Bublé. We hebben Pepe aan de lijn. Pepe, dat is de bekende chef-kok. Als je wel eens naar Jam kijkt, daar doet hij programma's. Maar hij heeft ook in allerlei andere televisieprogramma's al gezeten. Hij brengt kookboeken ook uit. Super sympathieke kerel, ja, Pepe. Van Labot, hè? Van Labot, dat is het in Genk. Restaurant in Genk. Limburg, in Limburg is hij wereldberoemd. Pepe, goedemorgen. Goedemorgen. Hey Pepe, we hebben straks eigenlijk misschien wel heel goed nieuws van wie in de krant staat. Maar eerst even, ja, we kunnen niet voorbij. Heb jij vrienden in de buurt wonen waar die aardbeving heeft plaatsgevonden? Nee. Wel vrienden die daar familie hebben. Uh-huh. Ik heb eigenlijk gisteren gecontacteerd, dus dat was niks erg. Maar ja, de situatie is toch wel heel erg. Ja, is op redding nog een jongetje van 10 is gered, dus dat is het goede daarvan. Maar ja, de rest is er 159, ja. En de rest van de problemen nog die daar gaan volgen, ja, dat is toch serieuze dingen. Dat zijn er al 247, hè? 200 al. Ja. Maar ik verwachtte wel ene keer dat er de 100 het ergst, omdat ja, je weet ook hoe de huizen in Italië gebouwd zijn en zo, op dat ding. En, maar ja, het is erg, de situatie is heel erg. Ja, maar jij bent meer uit het zuiden afkomstig zeker, hè? Klopt dat? Ik ben van het zuiden van Sicilië afkomstig, ja. Is dat ook aardbevingsgebied of valt dat nog meer? Ja, er zijn al een paar aardbevingen, vooral in de zon, in Agrigento waar ik ben. Uh-huh. Dat is ondertussen, heb ik dat gisteren nagevraagd, 36 jaar geleden. Okay. Een dorpje Montevago, als je daar voorbij komt, ja, zie je nog altijd, dan merk je nog iets op dat dat eigenlijk een aardbeving is geweest. Ja, verschrikkelijk, ja. Hè. Ja, Pepe, we bellen je eigenlijk voor iets totaal anders. Het is eigenlijk speciaal nieuws wat in de krant staat vandaag. Ja, gisteren raakte bekend dat chef-kok William Wouters van de Rode Duivels de staf moet verlaten, team Wilmot. Ja. Helemaal oud. En onze nieuwe bondscoach, Roberto Martinez, zou al een vervanger in gedachten hebben, zijnde jij. Dat heb ik ook gehoord, maar het is nog eigenlijk vroeg om te beslissen hoe of wat. Wat heb je de vraag gekregen? De vraag heb ik via andere mensen gekregen, dat ik het zou doen. Of ik was wel vereerd. Maar dus er is nog niks concreet, er is nog niet samengekomen of zo. Maar het probleem is, ik heb Labotte in Genk, ik heb Pepes, mijn nieuwe concept. Die therapie aan en plus heb ik nog Njam. Waar ik zo verliefd op ben dat ik dat dinsdag of woensdag opname. Dus ik zou niet weten wanneer ik dat zou kunnen doen. Ja, maar voel jij je Belg of Italiaan, Pepe? Je speelt dat ook niet een klein beetje mee? Ja, maar sowieso, ik heb heel veel Belgische vrienden. Ik denk dat dat mensen probleem is. Ja, maar dat is niet de vraag. Dat is niet de vraag. Dat heb ik niet gevraagd. Als de Italiaanse bondscoach het zou vragen, wat zou je dan zeggen, Pepe? Hetzelfde. Hetzelfde. Nee. Het zou niet weten om verschillen. Een Italiaan blijft voor altijd een Italiaan, toch, Pepe? Kom aan, niet rond de pot draaien, ook al ben je een kok. Nee, maar dat is niet voor rond de pot te draaien. Ah, maar okay, ik zou niet weten. Dus ik heb het zo goed hier, vooral in Genk. Of overal in België ook. Dus ik zou niet weten wat... maar we zullen zien wat de volgende week geeft. Ja, toch eens gaan babbelen met de bol. Ja. Als ik goed begrijp. Ja, wat de deal precies zou zijn. Hè? Als er een Ferrari bij komt, dan zal hem wel ja zeggen. Hè? Nee. Het probleem is dat mijn dag niet van 48 uur bestaat, erg genoeg. Ja. Dat is het juist. Allee, Pepe. Oké, fijn dat we even de lijn konden krijgen. Groetjes. Ciao. Ciao, Michi. Ciao.